Dit is het gevaarlijkste Minecraft-team in Nederland. En deze spelers zijn dodelijk. Ze hebben meerdere kills op hun naam door diverse traps en PvP. Alleen is er één probleem. Ik ben namelijk een doelwit. Vandaag nemen wij een kijkje tijdens mijn 30 dagen avontuur op de Hardcore Creator SMP. Waar meer dan 50 YouTubers en streamers moesten overleven met maar één leven. Dag 1. Het begon als een normale Minecraft survival wereld. Iedereen ging zijn eigen weg, aangezien je te maken had met een grace periode. De grace periode is zeer simpel. Als je in de wereld komt, heb je 60 minuten lang dat PvP uitstaat. En je kan respawnen als je doodgaat. Na de 60 minuten mag je dus niet meer doodgaan. Vele creators zijn helaas gestorven na een 60 minuten grace periode. Door middel van monsters. Zo waren er na dag 1 van de 50 spelers nog 43 spelers over. Terwijl de overlevenden keihard aan het voorbereiden waren voor de strijd. Zo verzamelde ik op dag 1 wat spullen hier en daar en zocht ik de perfecte plek voor mijn basis. Wat uiteindelijk deze locatie is geworden, genaamd de begraafplaats in de safe zone. De safe zone was een plek waar je veilig kon zijn. Hier kon je elkaar namelijk niet aanvallen en kon je veilig praten met de andere spelers binnen de safe zone. Alleen was er een klein probleempje. Deze server zou namelijk 30 dagen lang bestaan. En elke week kromp de safe zone een beetje bij beetje en werd die dus kleiner. Hierdoor zagen spelers de perfecte kans om traps te maken met TNT buiten de safe zone om. En dat niet alleen, ook had één specifieke speler het idee om de warden te lokken naar de safe zone. Maar later daarover meer. Op dag 2 ontmoette ik deze speler genaamd Mickey. Mickey en ik besloten een gevaarlijk spel te spelen door achter het gevaarlijkste team te gaan van de server. Namelijk de drie musketeers. Oftewel Jeremy, Duncan en Link. Dit zijn niet enkel de gevaarlijkste Minecraft spelers, maar ook nog eens de slimste spelers op de server. En het doel van Mickey en ik was om hun basis te vinden. En hun te beroven van al hun zeldzame spullen. Zo bouwden wij een begraafplaats en begonnen we ons avontuur met geheime tunnels te graven onder de safe na elke mogelijke kant. Waardoor wij uiteindelijk de geheime basis vonden van de drie musketeers. Alleen om het plan daadwerkelijk uit te voeren en hun spullen te kunnen stelen, moest er één ding gebeuren. Namelijk voor afleiding zorgen. En hun proberen uit hun basis te krijgen. Zo maakte ik een praatje met de drie gevaarlijkste spelers in de season. Terwijl mijn teamgenoot Mickey de basis aan het overvallen was en alle zeldzame spullen meenam. En dit was de reactie van de drie gevaarlijkste spelers. Holy s***. Wat? Ik heb gelukkig de meest belangrijke shit heb ik verplaatst. Oh my. Er zat hier nog wat, een paar enchanted boekjes in. En deze kist is ook open. Niet. Ja, is leeg. Dat waren de templates. What? Niet. Nee, bro. Serieus? Nee, ja. Jongens. Right, iemand boys. Gaat dood vanavond. Dit maakte ons natuurlijk een enorm doelwit op de server. En vanaf die dag was er maar één oplossing. Dennis en Mickey waren niet te vertrouwen en moesten dood. Vanaf dat moment moesten we ons schuil houden. En beetje bij beetje, door middel van ruilen van spullen, werden we sterker en sterker. Totdat één van de mensen die spullen verzamelde voor me, werd beroofd door een andere speler genaamd Dion. Ja, nee, man. Tuurlijk. Hij is gewoon niet thuis, man. Hier, 45 diamonds, bro. Nee, deze spullen hadden we namelijk nodig voor de eindstrijd en waren enorm belangrijk. Ik gaf daarom Dion 24 uur de tijd om de spullen terug te geven die hij had gestolen. Of er kwam een einde aan zijn avontuur. Dion overhandigde mij de spullen waar ik om vroeg. En vanaf dat moment werden wij een team. Wij hielpen elkaar met betere spullen te krijgen om uiteindelijk de drie sterkste spelers op de server uit te schakelen en te verwijderen van deze Minecraft wereld. In de Minecraft-server liep nog één speler rond genaamd Egbert. Egbert was een van de slimme spelers op de server en was mega onvoorspelbaar. Hij bouwde namelijk overal traps op elke mogelijke plek en had alle spullen al in Minecraft. Dion besloot namelijk samen te werken met Egbert. En even later besloot ik dit ook te doen, zodat ik natuurlijk toegang had tot zijn basis en enorme zeldzame Minecraft-spullen. Vanaf dat moment was er een nieuwe groep genaamd de drie musketeers in de server. Namelijk Egbert, Dion en Dennis. We maakten zelfs dezelfde armor als de echte drie musketeers om ze op te jagen. De rode Redstone Flow Armor. En hadden dezelfde doelen. Er was namelijk een probleem in de server waar we nog niet over hadden gepraat. Een speler genaamd Merretje. Zij wonen sinds dag 1 al in de safe zone naast mij. Enkel hebben wij nooit een gesprek gevoerd met elkaar. Maar zag ik haar wel constant samen met één van de echte musketeers. Oftewel, één van de sterkste spelers. Door middel van gesprekken met andere spelers
spelers en gesprekken met haar kwam ik erachter dat zij als spion speelde en alle informatie van alle spelers doorgaf aan de sterkste Minecraft-spelers in de server. Oftewel de drie musketeers. Vanaf dat moment wist ik dat zij niet te vertrouwen was. En zei ik tegen de drie musketeers in een gesprek later dat als zij niet toegaven dat Merretje een spion was, ik haar zou killen. Ten eerste, als je nu liegt en ik krijg niet het juiste antwoord waar ik naar zoek, zeg maar. Nee. Dan mag je haar wel hele goede bescherming bieden of ze is dood. Ze logen tegen me en even later gebeurde dit. We spraken af met Merretje in een village waar een gevecht ontstond. Egbert en ik tegen Merretje en Tammy. Ze ontsnapte, totdat we haar later zagen zwemmen en haar basis vonden. We sneakten naar binnen en hadden maar één doel, namelijk om haar uit te schakelen. Bro, waarom Dennis? Waarom? Hoezo? Ik snap het niet, Dennis. Praat tegen me. Ik snap het niet. Hoezo? Info gegeven. Egbert, je bent... Ik snap het niet. Hey, wat? Dennis zei dat dit moest. Dennis zei dat dit moest tegen mij. Jullie zijn laf. Echt, ik zweer het je. Na de kill op Merretje moesten we ons schuil houden. Dit nieuws zou namelijk verspreiden in de gehele server en daardoor zouden wij nog een grote doelwit worden. We hielden ons daarom schuil in de basis van Egbert en probeerden langzaam sterker en sterker te worden. Alleen was er één ding wat ons dwars zat. We konden namelijk niemand meer vertrouwen. Wat als iemand onze basis vond of deelde met iemand anders? Maar ja, wat is de kans dat dat gebeurde? Totdat Mickey, mijn oude teamgenoot, de basis vond. Waarmee ik sinds dag 1 al samenwerkte. Helaas voor Mickey kon ik niemand vertrouwen en ook haar niet meer. Dion en Egbert waren de enige mensen die ik op dat moment nog kon vertrouwen. Dus er zat niks anders op dan Mickey uit te schakelen. Waardoor de server enorm in de war was. Je moet gekild worden. Appel, je moet gekild worden. Je oh moet nee, deze zielige muis! Egbert, wat pak doe je er. Nou? Egbert, pakt er, oké? Okay? Oh, deze zielige muis! Oh, lekker aardappelletje! Had ik meegenomen van Merja, kiesjes! Je mocht hier niet komen, je mocht hier niet komen. Mickey Mouse depressie, gek! Kat heb ik die Mickey Mouse depressie! Maar we hadden maar één doel uiteindelijk, namelijk om de finale te halen en de drie musketeers uit te schakelen. De dag van de finale. De finale was aangebroken. Er waren inmiddels nog maar 14 spelers over, alleen kon er maar één iemand winnen. Mijn doel was niet om te winnen, maar om de drie musketeers aan te vallen en uit te schakelen. De finale was zeer simpel. De wereld van 1300 keer 1300 blokken, met een borden die om de zoveel minuten ging krimpen. Iedereen spande op een random plek in de map en moest zijn eigen team zien te vinden. Gelukkig voor mij haalden Bion en Egbert beide de finale. Maar de drie sterkste en slimste spelers op de Minecraft server ook. Het liep allemaal best soepel. We hadden afgesproken in de hoek zuidoost van de map waar ik mijn teamgenoten vond. Eenmaal samen op avontuur liepen we tegen een probleem aan. Namelijk de drie musketeers kwamen we tegen. Ze begonnen meteen te schieten met een boog en pijlen en gingen volop in de aanval. Alleen ontstond daardoor een miscommunicatie. Iedereen van mijn team ging een andere kant op, waardoor uiteindelijk ik in een gevecht zat in mijn eentje met de drie sterkste spelers van de server. En dit is hoe het ging. Oh, voorzichtig jongen. Hierboven. No way. No way. Ja, hij heeft me... No! Nee! Nooit! Ender Crystal. No way. Ah, dat is ziek. GG's. Ender Crystal. Nadat ik zojuist een van de slimste spelers had gekild in de 3v1, besloot ik mijn team weer op te zoeken en weer samen te gaan werken. De drie musketeers waren nu een van hun meest belangrijke spelers kwijt. Ik deelde het nieuws met mijn team dat hij was uitgeschakeld. Alleen was dit nog niet genoeg. Aangezien ik natuurlijk hem had uitgeschakeld, werd ik gezien door alle anderen als een gevaar. Maar even later zag ik een van de andere musketeers vechten met mijn teamgenoot. Ik ging vol in de aanval, waardoor dit gebeurde. Tijdens het gevecht popte ik zijn totem op een dying. Ik besloot hem te achtervolgen terwijl hij vloog. En daar zag ik zijn teamgenoot. En popte ik ook zijn totem met een endless. Ik wist dat dit het moment was om een van hun weer uit te schakelen. Let's go! Zo killde ik Legendy Kiezer, een van de sterkste spelers binnen een paar seconden.
Alleen de laatste musketierlingtijger lukte het om te ontsnappen met een half hartje over. Doordat Jeremy op het laatste moment met zijn boog schoot en ik nog wegreed, redde hij het leven van zijn vriend Link. Alleen ging hij zelf ten onder in de strijd. Ik was nog meer een gevaar voor iedereen en moest daardoor een behoorlijke strijd aangaan tegen iedereen. Na heel wat overleven en heel wat gevechten, lukte het mij nog om een andere speler uit te schakelen. Er waren nog 3 andere mensen over naast mij. Maar dit resulteerde weer in een 3 versus 1. Waar ik niet meer de spullen voor had die ik nodig had. Na lang overleven en vechten stopte hier helaas mijn avontuur. En werd ik uitgeschakeld met een van de sterkste wapens in de game. Namelijk de laatste musketier.